Ja, jouw vorm is volgens mij goed. Daar hoef ik eigenlijk niet naar te vragen. Als we kijken naar Tireno, heb je hartstikke goed gepresteerd. Voelt het ook zo voor jou? Ja, nou ja, Tirreno was voor mij eigenlijk voor die tijd in het jaar eigenlijk heel goed inderdaad. Ik had op zich daarvoor ook al hard gewerkt. Het was natuurlijk wat slechter weer in Nederland en ik heb de Tirreno vanuit Girona voorbereid. Waar we ja, sinds dit jaar zeg maar een appartement huren voor een jaar. En ja, daar kun je natuurlijk fantastisch in de bergen trainen. Dus ik was eigenlijk al op een heel goed niveau in Tirreno. Vijf in het klassement, een paar mooie korte uitslagen in de ritten, dus ik was erg tevreden. Jongerentrui. Jongere trui nog bij, ja, dat is altijd leuk om iets mee naar huis te nemen natuurlijk. Maar heeft het jou verrast dat je zo vroeg al goed was? Nou ja, op zich, ik had er wel naar getraind, dus ik had eigenlijk wel zoiets gehoopt. En het is natuurlijk altijd lekker als het uiteindelijk ook lukt. Het verschil met vorig jaar was gewoon dat ik na de Tirreno echt wel af was. Het is eigenlijk een stressige wedstrijd, zeg maar. Dus het is veel wringen en veel ja, zeg maar, knokken om vooraan te fietsen op die smalle weggetjes daar zo. Dat viel me op dat ik dit jaar eigenlijk veel frisser uit die Tirreno kwam. Dus dat is alleen maar positief. En vanuit die Tirreno ben ik ja, zeg maar die vorm door gaan bouwen richting ja, de belangrijkste wedstrijden van het voorseizoen voor mij. Baskeland en ja, Amstel, Waalsepeil en Luik. Ja, is het dan zaak dat je die vorm behoudt, of is het ook zaak dat je hem nog uitbreidt voor bijvoorbeeld de ronde van het Baskeland? Nee, zeker is het idee nog om gewoon nog beter te worden. Het was niet zo dat ik al superveel intensief getraind had voor Tirreno. Natuurlijk wel de laatste weken wel iets meer, maar... Echt de intensieve blokken die zijn pas de afgelopen weken geweest. En ja, dan probeer je nog iets scherper te worden richting die belangrijke koersen. Want hoe start jij in de ronde van Baskeland? Wanneer ben jij tevreden? Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Je kunt op veel verschillende manieren met een goed gevoel uit zo'n ronde komen. Maar ik hoop eigenlijk gewoon een goed klassement te rijden ook wel. En natuurlijk zou het lekker zijn om op een dag een goede uitschieter te hebben. En voor nog wel meer dan ja, voor nog meer te gaan. Maar het is voor mij denk ik dat de hele periode van Baskeland tot aan Luik moet het in principe gewoon mogelijk zijn om ja, zeg maar topvorm te hebben. En ik hoop eigenlijk van Baskeland tot aan Luik. Ja, het is niet zo dat ik zeg maar als ik in Baskeland volle bak ga, dat ik dan minder goed zal zijn in Amstel of in Luik. En ik denk dat het mogelijk is om gewoon al die koersen voor het maximale te gaan. En dat wil ik ook zeker doen. Ik zie een laptop al voor je neus staan en deze staat open, de vierde etappe, de koninginnenrit eigenlijk. Ja, dat is in ieder geval een rit met een hele lastige aankomst. Reden we vorig jaar ook, is mij verteld. En dan weet ik wel ongeveer welke klim het is. En ja, dat was een lastige klim. Ik was vorig jaar, denk ik, ja, ik weet het niet precies, zes of zo, vijfde, zesde, dus misschien een zevende, achtste. Maar in ieder geval redelijk van voren komt het door van die rit. Ja, laatste dag tijdrit, is dat iets wat jou ligt, juist op die laatste dag? Nou, als ik het goed heb, was dat die tijdrit waar ik vijfde in was. Maar als het ongeveer die tijdrit is, is het gewoon een hele lastige tijdrit met een super steile klim erin. Of ja, eigenlijk twee klimmen. Dus dan is dat ook een tijdrit wat natuurlijk voor mij, wat zich voor mij ook loont, zeg maar, op het parcours. Daar kan nog verschil gemaakt worden in die laatste Oh ja, etappe. zeker. Dus, ja, zeker als je klassement wil rijden, is dat natuurlijk gewoon heel belangrijk. Ja. Dan de Amstel Gold. Je start daar als kopman samen met Frère. Wat heb je daar in je hoofd? Ja, Amstel was voor mij vorig jaar natuurlijk een hele goede wedstrijd waarin ik dan uiteindelijk derde wist te worden. Ja, dat gaat natuurlijk verschrikkelijk lastig zijn om dat dit jaar opnieuw weer te doen. Maar er komt onze Golden Retriever komt binnen gerend. En dat gaat natuurlijk heel erg. Maar het is natuurlijk wel iets wat je graag wil. Hè. Ik wil Amstel is voor mij en voor de. Voor de ploegen denk ik wel een van de belangrijkste koersen van het seizoen. Dus ja, dat is een ploeg waar we willen presteren en waar ik zelf ook gewoon voor het hoogste haalbare wil gaan. Goed zo, kom maar. Kom eens. Kom eens. Dat mag jij niet, hè? Nee, goed zo. Nee, hij is goed afgericht. Kijk eens daar. Kijk eens daar.